Hallo jongens, Mitch van Lego Boy 0123, welkom terug bij een nieuw video. Vandaag geen Fortnite video, maar een Lego Stranger Things nieuws video. Deze set is twee dagen geleden geleakt. Ik wou er een keer over hebben, dus here you go. Zoals jullie zien, Stranger Things is van Netflix. Je bent gewaarschuwd, er zitten hele grote spoilers in deze video, dus je bent gewaarschuwd, oké? Zoals jullie zien, de voorkant van het huis. Deze set kost 199,99 cent. Om precies te zijn, 200 euro. En dus ook zo bij de dollar, ook 200 dollar en 200 pond. Ook in Engeland, Amerika. Ook allemaal 200 dollar of pond of euro. Dus dan hier heb je dan de voorkant van de doos. Redelijk cool. Want de serie is echt super, 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 super cool. Maar echt. Ik moet zeggen, dat is een van mijn favoriete series dat ik ooit heb gezien. Deze voorkant. En zoals jullie zien, links in de bovenhoek heb je thema. En dan rechts van onder heb je nog een keer thema. Je kan gewoon, als je wilt, de doos omdraaien. En je hebt dan thema. En het verhaal is eigenlijk dat er twee werelden zijn. De echte wereld en de upside down wereld. Dus zeg maar, de upside down wereld is zeg maar waar de monsters leven. En die monsters gaan dan naar de echte wereld om chaos te verspreiden. En ja, zo had het eigenlijk in de set eigenlijk ook een beetje. Maar je hebt niet echt een portaal om de monsters door te laten. In de serie heb je dat wel. Ik wou zeggen film, maar het is geen film. Misschien maken ze een film, wie weet. Ooit. Dus hier heb je dan de achterkant van het gebouwtje, of van de set eigenlijk. En ja, het gebouw staat op de bomen. Ik vind dat wel een beetje onstabiel, maar het hangt er vanaf. Als je de set al hebt, ik heb hem nog niet, dus ik weet niet of dat stabiel is. Dus dit is als de eerste kamer, Will zijn kamer. Straks ga ik Will tonen. Je hebt de living, je hebt Will zijn kamer met Dustin en Lucas. En dat zijn twee hoofdrolspelers natuurlijk, anders zouden ze niet in de set zitten. Dit is Will, maar dan de Lego versie. Als je gewoon opzoekt Will Stranger Things of Will Stranger Things Dustin of Stranger Things Lucas of Stranger Things Mike, ga je wel allemaal uitkomen en de foto's, de echte foto's zien van de personages. Dus dit is de achterkant van de doos. Redelijk cool. Zoals je ziet, je kan allemaal dingen doen. Dit is ook een commercial, maar ik ga die niet tonen. Je kan die kijken op YouTube zelf, want anders word ik demonetized en dat wil ik niet. Dus dan heb je hier de living. Ja, zoals je ziet, in de serie doen ze dat ook, de kerstlichtjes en het alfabet opschrijven. Dat doet de moeder van Will. Die zie je ook hier in de afbeelding. En rechts van boven zie je een tovenaarshoed. Ik weet niet voor wat dat is, want dat is season 3. Ik heb season 1 nog maar gezien. Season 2 kan ik niet echt dingen vertellen. Ik weet wel een paar dingen, maar niet alles. Dus sorry daarvoor. Ik heb wel season 1 gezien. Dus ja, deze set is gebaseerd op season 1. Dus gelukkig kan ik een paar dingen vertellen. En dan de volgende foto heb je dan met licht. Wel, dat zijn een gloeilichtblokje-achtig iets. En ja, dan heb je hier de salon, alleen met de bank, de zetel, met agent Hopper en Eleven. Eleven is wel de komische, het bekendste figuur van de serie. Dus ja, we hebben dan hier de Demogorgon, maar dan met gesloten mond. Hetzelfde gedeelte met de stoelieren, maar dan in de upside down. Want de upside down is zeg maar alles overgroeit en er leven daar monsters en dat is redelijk griezelig. Die plaats, de upside down, maar ja. Dat is Will en die Will is dan zogezegd vast in die upside down wereld. En dan zijn vrienden moeten hem redden. En zo gaat season 1 eigenlijk. Season 2, dat weet ik niet. Season 3 is nog niet uit. Dus ja, dit is een voorkant, maar dan van boven de upside down. Dus, en als je goed kijkt, links zie je de Demogorgon met de mond open. Dat is wel heel cool. We hebben hier agent Hopper zijn auto. En als je goed kijkt, vanachter zitten daar een pompoen in. En dat is van season 2. Ja, dat is van season 2 geloof ik. Die season heb ik al niet, die serie, de seizoen eigenlijk, heb ik nog niet gezien. Dus ik weet niet voor wat dat is. Die pompoen daar vanachter. Hier heb je wel nog een foto. Maar dan gaan ze kapot. En de twee delen dat je kan zien, de echte wereld en de upside down wereld. Dan een foto nog. Nog een foto van het in real life, de set.
Dat staat in real life. Dus dat is wel heel cool. We hebben hier de mannetjes. We hebben Mike. We hebben Lucas. We hebben Dustin. We hebben Eleven. Dus dat is cool. We hebben de Demogorgon. Deze is wel de leukste, de coolste van de set. Ik denk de Demogorgon en Dustin zijn mijn favorieten. En natuurlijk ook Eleven. Maar daar kom ik nog op. Dus dit is de Demogorgon. Dit is Agent Hopper. Wel, in de serie zie je letterlijk een beetje haar uit zijn hoed komen, uit zijn sheriffhoed. Dus dat had Lego misschien ook kunnen doen. Maar misschien voor de prijs en voor de stukken. Wel, voor de blokken eigenlijk. Misschien daarom niet. Maar dit is wel redelijk cool voor Agent Hopper te krijgen zo. En deze set ga ik denk ik niet kopen. Maar als er een goedkopere set is, en ik denk dat dat wel gaat komen, ga ik die wel kopen. Ik pak tot en met 40 euro, 30 euro kan ik wel kopen. Maar 200 euro voor dit. Wel, nee, daar heb ik nog niet genoeg voor hoor. Maar dus, ja, deze set. Misschien Agent Hopper in de volgende set. Want er zijn ook sets geteased, soort van. Er is een jaren 80-achtige thriller voor een politiewagen die een andere auto achtervolgt. En ik denk dat het dan die set is, een andere set met Agent Hopper. En dan nog een paar van de hoofdpersonages en een paar van de slechterikken, hopelijk. Dus ik denk dat die dan de 30 euro is, die set. Maar niet deze, maar een andere. Gewoon de andere YouTubers kijken en dan ga je het snappen. Oh, dit is Lucas, by the way. Dat is wel cool dat hij de bandana aan heeft vanuit de serie. Ja, dat is eigenlijk alles van hem. Dustin is een van mijn favorieten in de serie. Dus Dustin met de pet en dan met zijn krullen. Ja, redelijk cool. En ja, dat is Mike. Mike is de leider van de groep, zeg maar. En ja, gewoon een basic mannetje eigenlijk. We hebben Eleven met haar Eggo Waffle. Wel, ik vind wel dat het dus goed is gelukt. Want het enige dat mis is eigenlijk, is het haar. Want in season 1, eind season 1, season 2 denk ik ook. Ja, season 2 wel. En season 3 heeft ze deze blonde wig eigenlijk, deze blonde pruik. Of wel, het kan haar echte haar zijn, denk ik wel. Maar ik heb de season 2 nog niet gezien. Dus misschien is een pruik, misschien niet. Maar dus, eigenlijk in season 1 is zij kaal. Dus daar hadden ze wel iets mee kunnen doen. Gewoon de haar ervan doen of zo. En dan is ze kaal. Dat kan wel. Dit is de moeder van Will. En de volgende is Will. Dus dit is de moeder van Will. En zij is ook een hoofdpersonage in de serie. Dit is Will. Bang. En ja, redelijk goed gelukt met het haar. En dan de Demogorgon. Wel, ik moet zeggen, zijn mond is super cool. En ja, ik denk dat dit de video was, jongens en meisjes. Want ik kan niet meer verder met de foto's. Hopelijk genoten jullie ervan. Geef een like, abonneer beneden. Klik op het badje dat je nooit een video mist of vergeet. En dan zie ik jullie allemaal later. Een dikke, vette Stranger Things. Doei!